1 op de 5 vrouwen met borstkanker krijgt te maken met uitgezaaide borstkanker. Mensen met uitgezaaide borstkanker kunnen vaak steeds beter en langer leven. Maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe doe je dat nou, langer leven in continu onzekerheid? Hoe maak je keuzes voor je behandeling? Hoe betrek je je naasten, je familie? Voor de omgeving is het ook vaak lastig te begrijpen. Je gaat toch dood? Terwijl mensen met uitgezaaide borstkanker juist zo normaal mogelijk willen blijven leven. Met grip op hun leven. Nou, daarover ga ik in gesprek met Tootje, 53 jaar. Ze zien ook op ons blad. Tootje, jij leeft al 14 jaar met uitgezaaide borstkanker. En in een eerder interview in ons blad noemde je toekomstmist. Vlak voor mij heb ik nog zicht. Kijk ik wat verder, is het dicht. Wat bedoel je daar precies mee? Wat ik daarmee bedoel is dat ik het lastig vind om ver vooruit te kijken. Terwijl ik helemaal niet weet hoe die toekomst ver vooruit eruit ziet. En dichtbij, in weken of maanden, kan ik nog wel overzien hoe mijn leven eruit gaat zien. Ja. Maar als je me vraagt van hoe zal het over 3 maanden zijn, of wat zullen we dan plannen, of wat zullen we dan doen, dan weet ik het niet. En dat bedoel ik eigenlijk met mist. Heel dichtbij kan je altijd nog goed om je heen kijken. Maar als je verder weg kijkt, dan wordt het steeds dichter en mistiger. Ja. En mijn motto is wel een beetje zo van bij mist goed uitkijken, niet inhalen en wachten tot het helderder wordt. Ja. Ja. En of dat het wordt of niet wordt, nee. dat is het onzekere. Dat is de evenwichtsbalk waar ik op loop, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. Een mooi synoniem, die mist, denk ik, hè? Dat je niet heel ver vooruit kan kijken, maar vooral dichtbij. Ja. En hoe is het om te weten dat je niet meer beter wordt en misschien altijd in behandeling moet blijven? Hoe is dat voor jou? Ja, dat is de slechtste mededeling die ik ooit gekregen heb in mijn leven. Het is natuurlijk een nare gedachte dat je weet dat je niet meer beter wordt en dat je een ziekte hebt waar je dood aan zal gaan. Aan de andere kant ben ik blij dat ik er nog ben, dus dat ik nog leef met deze ziekte en dan leef met een hoofdletter, zeg maar. Ja. Je wilt zo'n diagnose niet krijgen. En het zet alles on hold. Je hele leven, je toekomst, je gezin, je werk, je vrije tijd. Daarnaast realiseer ik me ook dat dat allemaal toekomst is. Terwijl ik op het moment nu nog steeds in staat ben om dingen te doen. Dat gaat ook met ups en downs. Ja. En ik leef al heel veel jaren met deze diagnose. Ja. Gelukkig. Maar ook heel verdrietig dat ik al zo lang met deze diagnose leef. Want ja, ik leef er liever niet mee. Nee, nee. De titel van dit symposium is Grip op leven. Hè? Hoe staat het met uitgezaaide borstkanker? Ben je de grip dan kwijt? Of was dat vooral in de eerste jaren? Of is het nog steeds zo, nu je al zo lang met uitgezaaide borstkanker leeft? De grip is nog steeds kwijt. Ja. En natuurlijk was de grip meer kwijt op het moment dat ik net gediagnosticeerd werd met alle onzekerheden van dien. Maar het blijft nog steeds hetzelfde. Mijn diagnose en mijn prognose is nog steeds desastreus, om het zo maar te zeggen. Ja. En ondertussen heb ik al een heleboel andere dingen meegemaakt die ook heel moeilijk waren of desastreus waren in mijn leven. Maar waar ik nog wel weer mee vooruit mag. Ondertussen heb ik wel een beetje mee leren omgaan. In die zin dat ik grip heb gekregen op de situaties die zich voor kunnen doen. De slechte nieuwsmomenten, de behandelmomenten, weer een andere behandelmoment, weer een scan of weer een misschien wel een nieuwe behandeling. Die wachten. Misschien nog niet voor mij van toepassing is, maar misschien toch weer wel. Ja. En die onzekerheden die zijn niet bevorderlijk voor grip. Nee. Nee. Dus steeds die evenwichtsbalk, zoals je dat net omschreef, dat is denk ik toch steeds waar je op blijft staan. Ja. En zolang ik er nog op sta, dan ben ik heel blij. Ja.
En er zijn natuurlijk een hoop factoren die meehelpen om op die balk te blijven staan. Dat is niet alleen de behandeling van de dokter. Nee. Dat is natuurlijk ook wel de manier waarop zelf proberen in het leven te staan. Hoe het met mijn gezin gaat. Ja. Waar ik nog toe in staat ben om buiten het portie ziek zijn, om nog invulling van mijn leven te leven. Ja. Ja, want dat wilde ik ook vragen. Hè. Wat zijn belangrijke elementen voor jou om grip op het leven te houden? En dan noem je al je gezin en dingen erbuiten. Ja. Kan je nog iets daarin noemen? Ja, ik heb nog lange tijd contact gehad met mijn werk en mijn werkzaamheden. Waar ik heel veel voldoening uit heb gehaald. Dat vind ik echt heel fijn dat stukje van mij, voordat ik ziek werd, nog steeds een beetje aangeraakt wordt. Ja. In mijn vrije tijd ben ik wel een verenigingsmens. Ik zit op een koor, ik speel bij een toneelvereniging. Doe wat vrijwilligerswerk. Dat zijn dingen waar ik energie wel een beetje in kwijt kan. Ja. En waar ik ook lol in heb. Dat ik ook gewoon lachen kan of plezier heb. Ja. Daardoor vergeet ik zelf. Nou nee, ik vergeet het nooit, maar ik ben wel met iets anders bezig. Ja. Andere mensen helpen daar dus ook mee om mij daar een goed gevoel bij te geven. Ja. Ja. Soms vergeten ook andere mensen het, doordat ik zelf altijd wel positief ben en altijd wel bezig ben of ergens voor te porren ben. Ja. Ik ben altijd wel ergens voorin. Ja. Dan vergeten ze soms ook wel dat ik eigenlijk zo ziek ben. Ja. Ja, wat waren je reacties uit de omgeving? Is dat anders dan 14 jaar geleden of moet je het steeds blijven herhalen? Toen je net de diagnose kreeg, uitgestreide borstkanker? Nou, de vaste kern van mensen, vrienden, familie om mij heen, die weten echt wel hoe het met mij ervoor staat, zeg maar. Ik hou ze ook regelmatig op de hoogte. Ja. Ene moment wat meer dan het andere moment, maar die... Daar hoef ik maar een kick te geven of zo. En ze zijn weer terug bij de basis van hoe het met mij is en hoe het met me gaat. Ik ontmoet natuurlijk ook in die jaren steeds nieuwe mensen. Andere mensen die mij nog helemaal niet kennen. Soms dan vertel ik dat. En soms vertel ik dat helemaal niet. Nee. En zo iedereen, denk ik, een cirkel om zich heen en nog meer cirkels en nog meer cirkels. En waarin je dingen wel vertelt of niet vertelt. Ik heb wel altijd het motto van als jij wilt dat mensen met jou meelopen, met jou meegaan in je proces, dan zal je wel zelf de deur open moeten zetten. Ja, het gaat niet vanzelf. Het gaat niet vanzelf. En mensen onbewust of niet bewust... Ze willen niet altijd aan je vragen hoe het met je gaat, maar ze willen het wel graag weten. Ja. En het is ook niet zo dat als ze niks vragen, dat ze het niet willen weten. Maar dat ze er gewoon niet altijd aan denken of niet mee bezig zijn. Nee. En als jij wilt dat iemand wel weet van nou, ik zit weer te wachten op een uitslag. Daar ben ik een beetje nerveus over. Zal ik dat nou vertellen, ja of nee? Dat is dan mijn keus. Ik moet dat doen. Soms doe ik dat heel uitgebreid en dan vragen een heleboel mensen hoe was het, hoe was het, hoe was het. En dan denk ik, oh ja, ik moet het ook nog aan heel veel mensen vertellen. Ja. En andere momenten dan denk ik weer, nou, ik hou mijn mond voorlopig nog even totdat ik zeker weet wat de mededeling wordt. En dan heb ik ook iets te vertellen of uit te sluiten. Ja. Ja. Het zijn iedere keer keuzes. Die jij moet maken. En wat voor invloed heeft dat op je relatie en ook je gezinsleven, maar vooral ook op je relatie? Ja, we zijn wel, ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen. Ja. We zijn inmiddels al redelijk volwassen. Toen ik net de diagnose kreeg, waren dat gewoon nog kinderen op de basisschool. Toen kwam er wel veel op ons af, gezien dat we niet wisten dat ik daar nog 13 jaar mee zou leven. Nee. Het heeft ons wel dichter bij elkaar gebracht in die zin dat we over dingen moesten gaan praten en nadenken en met de kinderen bespreken.
waar we anders misschien niet zo mee geconfronteerd zouden worden. We zijn altijd wel heel open naar elkaar geweest daarover. En het belangrijk gevonden om altijd open te zijn, ook naar de kinderen. Ja. Wat ons bezig hield. We zijn wel een team. We zijn wel maatjes gebleven, gebleven, nog steeds. En we hebben ondertussen ook wel weer andere dingen meegemaakt die het moeilijk maakten om weer vorm te geven in ons leven. We hebben een ernstig auto-ongeluk gehad. En mijn man is zelf ziek geworden. Nou, het zijn wel dingen die erin hakken, zeg maar. De borstkanker op zich heeft niet onze relatie kwetsbaarder gemaakt. We zijn wel sterker geworden. Ja. En als we het hebben over intimiteit of zo, dan is mijn borst niet echt het belangrijkste geweest om van te houden. Nou, dankjewel Tootje dat je je open je verhaal wilde doen. Met dit interview wilden we ook bereiken om te laten zien dat je met uitgezaaide borstkanker ook nog een hele mooie kwaliteit van leven kan houden. Dat je kan leven met uitgezaaide borstkanker. En dat is denk ik wat we samen hier mee wilden bereiken en dat er ook is. Naast Tootje zijn er natuurlijk heel veel verhalen voor mensen met uitgezaaide borstkanker. Jong, oud, met gezin, zonder een gezin, of mensen die nog werken, die niet meer werken, man, vrouw. En ieder met zijn eigen verhaal en met zijn eigen grip op het leven. Borstkankervereniging Nederland is er voor al deze mensen. Onlangs zijn we ook gespreksgroepen voor mensen met uitgezaaide borstkanker gestart. Op www.borstkanker.nl kan je deze vinden. Dit doen we samen met Inloophuizen en met Coach Connect. En in heel Nederland zijn er verschillende plekken waar je hier naartoe kan. Dankjewel.